Goed, dames en heren, geïnteresseerden. Het begon allemaal een paar dagjes geleden toen ik dit twitterde. Even scherp stellen. Dan zal ik het maar eens hardop zeggen. Wat is Blendl toch een falend kutsysteem? Niks doet het. Jammer van het geweldige idee. Nou, ik kreeg daar natuurlijk meteen veel kritiek op. Terecht. Jezus, 140 tekens. Wat kun je zeggen in zo weinig tijd? En ik vond het ook wel aardig om eens eventjes te kijken van hoe mensen hierop zouden reageren sowieso. Het viel me op dat een hele hoop mensen toch Blendl bijvielen en zeiden van ik heb nergens last van. Maar ik heb die last wel en ik wou dat eventjes laten zien. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn iPad. En ik zal eens eventjes laten zien wat is nou eigenlijk mijn probleem met Blendl. Ik even mijn wachtwoord in tik hoor. Tak, 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 tak. Zo. Jullie mogen alles van weten, behalve mijn wachtwoord. Goed, nou dan gaan we. Hier is Blendl. Ik heb eventjes een shortcutje gemaakt, want Blendl heeft natuurlijk nog geen eigen app, wat natuurlijk wel jammer is. Zo, dan gaan we naar Blendl toe. Heel fijn. Even kijken, we gaan bladeren in de krant waar ik veel dingen uit deel, wat in mijn geval natuurlijk de Volkskrant is, de krant waar ik voor werk. En dan kom je eigenlijk al meteen het eerste dingetje tegen. Nou ja, het is echt navigeren is gewoon echt balen. Zeker als je wat verder achter in de krant wil zijn. En in mijn geval is dat wel het geval. Want ik wil nu in dit geval iets uit de bijlages opdiepen. Dus dan moet ik scrollen, 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 scrollen. En nog eens scrollen, scrollen. Wat ik thuis ook een nadeel vind is dat je een hele hoop dingen kun je ook niet delen. Zoals citaten. Het zou wel heel handig zijn als ik hier een leuke interessante alinea zie. Dat ik daar dan op kan inzoomen. Zoals ik dat eigenlijk altijd... Oh shit, met mijn cameraatje lukt in ieder geval niet. Dat ik erop kan inzoomen en dat ik dat kan delen. Dat doe ik vaak op Twitter met de gewone papieren krant. Nou goed, nu komen we in de buurt. Sir Edmund, onze wetenschapsbijlage. En daar had ik een interessant stuk in gezien. En even zoeken. Echt een gaaf stuk. Ik raad het iedereen aan en ik wil het ook graag delen. Namelijk over Trudy de Hu. Oh, waar is het? Ik ben nog steeds aan het scrollen. Trudy de Hu, waar ben je? Zo. Nou ja, dat was trouwens ook een gaaf stuk, zeg, over die dode data. Maar goed, ja, daar heb je Trudy de Hu. Even kijken hoor, wat ik nog niet had gedaan was het interview delen met Trudy de Hu. Nou goed, daar gaan we, hè. Leuk, te gek. Ik ben heel blij met Blendl, omdat het echt precies een gat in de markt is. Dat je toch echt dit soort dingen wil kunnen delen. Ik tik hem aan, fantastisch. Nou, ik wil hem graag hebben, want dit is precies wat ik wil delen. Zo, daar heb je het artikel. Goed, nou moet ik hem delen, dus moet ik helemaal weer scrollen. Of nee, wacht eventjes, het hoeft niet, want ik heb hierboven natuurlijk dat handige knopje delen. Knopje delen, zo. Even kijken, ah kijk, daar moeten we zijn, dat vak. Dan staat erbij delen via Blendl. Waarom moet je volgens dit stuk lezen? Nou, voor mensen die Blendl gebruiken is dat natuurlijk een bekend ding. Ik tik hem aan. Oh, huh? Ja, wat nou gebeurt is, kijk, hier de letters die verschijnen omdat ik hem aantik. Ik tik het tekstveld aan. Dan komen die letters tevoorschijn, maar dan is mijn deelveldje weer weg. Dus we gaan weer scrollen. Scrollen, 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 scrollen. Jezus, Mina zegt, waar is het? Waar is mijn deelveld? Oh, wacht even, ik heb hem hierboven ook. Hup. Oh nee, ik heb hem hierboven niet. Hier, ja, hier heb ik hem. Zo, hier kan ik nu wat gaan intikken. Gaaf. Interview met Trudy de Hu. Uitroepteken. Tik ik hierin. Sorry dat mijn camera trouwens niet scherp is. Ik kan het niet helpen, maar dan moeten jullie me even geloven. Nou, dan kan ik het delen. En dan moet je opletten. Ik wil het eigenlijk namelijk ook naar mijn Twitter-volgers sturen. En het liefst ook naar mijn Facebook-volgers. Het liefst ook naar mijn Tumblr-volgers. Maar dat is sowieso onbegonnen werk. Maar goed, ik ga hem eerst maar eens eventjes delen met de Blendl-volgers. Delen. Zo. Nou, dat heb ik gedaan. Hey, maar waar is mijn artikel nou weer gebleven? Shit, nou is mijn scherm dichtgeklapt. Oh, dan moet ik weer hierheen. Kijk eens aan, want hij staat nu op een of andere manier was hij daarheen gegaan. En dan ben je hem weer eventjes de weg kwijt. Dus dan moet ik weer hierheen gaan scrollen. Aha, zo. Dan gaan we naar Twitter toe. De tweet API opent nu. Kijk, en dit schiet tenminste een beetje op. Nu opent de tweet API. En hier kan ik hem dan intikken.
Gaaf interview met Trudy de Hu. Uitroepteken. Zo, en die kan ik dan tweeten. En dan heb ik hem eindelijk eens een keertje gedeeld als het goed is. Als de API verbinding maakt, dat moet je ook maar afwachten. En ik gebruik af en toe het woord API, omdat ik ook wel eens een keertje wat interessants heb gehoord. Ik weet helemaal niet eens zeker of het wel een API heet. Het valt me op thuis dat hij vaak heel langzaam gaat. Dat is nu zeker het geval, dat hij weer echt langzaam gaat. Ik weet niet of het nou aan mijn verbinding ligt of waar het in godsvredesnaam aan ligt. Nou ja, kijk, weet je, dit is een kleine ergernis. Dat telkens dat je dan zo zit te zoeken en te dingen afzonderlijk moet intikken. Het is gewoon niet dat waanzinnige gebruikersgemak wat je er eigenlijk wel van hoopt of verwacht. Kijk, dan zit hij aan je. Huppa. En zo heb ik hele kleine klachtjes. Ik maak wel eens mee dat ineens de tekst heel hard gaat rollen door het scherm heen. Heel vreemd, dan, ja, weet je, dan flitst de tekst ineens langs. Ik maak wel eens mee dat ik een venster open, dat hij dan ineens dichtklapt. Dus ik open een artikel en heb ik hem geopend en dan klapt hij ineens dicht. Nou, wat natuurlijk ook heel vervelend is als je het op je mobiele telefoon probeert te doen. Dan is het nog meer gepiel op de vierkante centimeter. En dan maak ik bijvoorbeeld ook wel eens mee op mijn telefoon het laatst dat ik niet kon inloggen met Facebook. Was het inlogscherm was grijs. Ik had gewoon wel normale verbinding hoor, dus daar lag het niet aan. Nou ja, hallo jongens, delen dat. Dat gebeurt maar niet zo. All done, eindelijk is het gelukt. Close doen we dan. Ja, gaan we nu eens een keertje sluiten of hoe zit het? Nou, dat doet hij. Op een of andere manier heb ik hier heel vaak een hele grote vertraging op. En weet je, ik vind Blendl een geniaal idee. Laten we dat voorop stellen. Ik was ook helemaal zat om alsmaar foto's te maken van kranten en die te delen. Ik vind dat zo amateuristisch. En ik hoop ook echt dat wij als kranten daar ook van alles aan gaan doen. En ik hoopte dus heel erg toen ik een presentatie van Alexander hoorde over Blendl. Had ik echt de hoop van, nou ja, Blendl gaat het allemaal oplossen. En met Blendl, ja, wordt gewoon het gebruiksgemak groter. Maar dat gebruiksgemak zie ik echt niet veel van terug. En het zijn allemaal hele kleine irritatietjes. Dat ik linkshandmatig moet gaan kopiëren naar mijn Tumblr of mijn Pinterest. Als ik daar wat wil laten zien van Blendl. Dat ik nu, als ik het nu op Facebook wil zetten, het weer apart handmatig op Facebook moet gaan zitten zetten. Ja, het is echt nog steeds makkelijker. En dit soort dingen, hè, dat die op een of andere manier, ja, doet het gewoon niet. Het kan aan Twitter liggen. Ik kan me voorstellen dat er overal reden voor zijn. En dat het allemaal ook niet zozeer aan Blendl ligt. Dat dit bijvoorbeeld weer een probleem is van Twitter of van mijn verbinding. Maar weet je, als gebruiker kan het me geen kloot schelen. Ik wil alleen maar gewoon gemak, gebruiksgemak. Ik wil er gewoon snel dit soort dingen kunnen delen met de mensen die ik volg. Vandaar mijn hartekreet, moet ik zeggen. Zal ik het eens hardop zeggen, want is Blendl toch een falend kutsysteem. Niks doet het. Jammer van het geweldige idee. En het is helemaal niet eerlijk ten opzichte van Blendl, dat weet ik heel goed. Want Blendl is een fantastisch initiatief. En in theorie, het idee is goed. Maar ja, je mag toch hopen dat het ook dan in praktijk werkt. En dat ik nu niet de hele tijd weer naar een scherm zit te kijken. Waarom is dat nou weer? Nou ja, goed, dit is ook weer zoiets. Afijn, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen maken. En dat het wat meer fair is dan zomaar eventjes 140 tekens ongenuanceerd falend kutsysteem de lucht in sturen. Dank je voor de aandacht.